Wij werken sinds kort in Irak, nog niet sinds één of twee jaar. En wat we eigenlijk doen is, wij staan meisjes bij die in 2014 Yazidi-meisjes door IS, zeg maar, zijn ontvoerd. 3000 zijn er bevrijd. Nou, die staan wij bij, zeg maar, met juridische steun. Want er moet ooit een keer internationaal tribunaal komen. Daarnaast ga ik mee met een groep Amerikanen die uiteindelijk daar het echte werk doen. Zij bevrijden ook daadwerkelijk die meisjes die nu in handen van IS zitten. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk.